FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Intex Store. Derrick John Murken is na weken van afwezigheid weer de vaste linksback van FC Volendam. Hij denkt nog geregeld aan de goede wedstrijd van dinsdag tegen PSV. Ja, wel een paar keer. Het is nog wel even zuur dat we na zoveel kansen, vooral in de eerste helft, dat we niet tenminste een verlenging eruit hebben gesleept. Maar ja, het is natuurlijk wel. Het is niet erg als je 2-0 van PSV verliest, maar ik denk dat het er meer in zat. Ook op persoonlijk vlak kijkt de verdediger terug op een aardige wedstrijd. Ja, wel goed. Af en toe slordig van mijn kant. Maar ik denk dat je hebt laten zien dat je in de kijker hebt gespeeld. En ook gewoon dat je PSV laat zien dat Keuken Divisie ploeg hier Volendam niet zo matig is als zij verwachten waarschijnlijk. Conditioneel hoopt Murkin nog stappen te zetten. Ja, het is nog even lastig. Even conditioneel is het nog iets onder wat ik wil hebben. Het is natuurlijk een stuk of 7 weken niet op het veld gestaan. En dan, als je terug bent, wil je meteen weer vol gas. Alleen, dat kan natuurlijk niet. Dus nog even wennen, maar gaat de goede kant op. De linksback heeft goede herinneringen aan de laatste wedstrijd tegen de Graafschap. Met een doelpunt droeg hij bij aan de 2-5 overwinning. Ja, het was natuurlijk een prachtige wedstrijd. Je wist dat een van de topploegen is die strijdt om promotie en nog steeds. En daar hebben we laten zien dat wij gewoon heel goed kunnen voetballen en heel goed kunnen werken met elkaar en voor elkaar. En dat zou nu niet verschillend zijn. Ik denk dat we gewoon als team moeten werken en als we hetzelfde laten zien als tegen PSV, denk dat wij die wedstrijd gewoon kunnen winnen. FC Volendam kan een De Graafschap verwachten dat de laatste wedstrijden met 5 verdedigers speelt. Voor ons niks. Wij moeten gewoon ons eigen dingetje doen. Alleen de manier van verdedigen en zo van ons, dat moet gewoon scherper, denk ik. Want je weet, als zij met 5 verdedigers gaan spelen, dan gaan ze veel van de flank en veel voorzetten geven op de spits. Ja, het spitsen. En dan, daar moeten we scherp zijn. Maar dat is altijd tegen de Graafschap. Die spelen heel optimistisch, die gooien die ballen erin. Dus ik denk dat wij als team compact moeten staan en alles moeten geven voor elkaar. Murkin kiest de momenten waarop hij het team kan voorzien van aanvallende impulsen. Ja, ik denk een beetje van allebei. Je moet gewoon je momenten kiezen, vooral als back. Want je kan niet blind alleen maar als tweede linksbuiten gaan spelen, zeg maar. Je moet ook gewoon nog steeds een verdediger. Dus je moet gewoon momenten kiezen en dan kunnen dingen gebeuren. Ja. De wedstrijd FC Volendam De Graafschap is live te volgen op ESPN. Het Twitter-account @FC Volendam en de story op Instagram.